Maar veel mensen zijn ook wel verwijderd van die interne Absoluut. Maar ik denk dat AI ons weer gaat dwingen om weer mens te worden. Het duwt ons uit die cognitieve modus waar we al in zitten. We zijn allemaal zo academisch als de pest in onze samenleving. Zit allemaal vast in ons hoofd. Ja. AI gaat ons eruit duwen en die gaat weer van, wat voel je eigenlijk? En ik denk dat dat een heel positief is voor ons, iets is voor onze samenleving. En wat we in de journalistiek gewoon keihard nodig hebben. Ja. We hebben natuurlijk een journalistiek vandaag de dag, wat gewoon copy-paste is van wat van Reuters afkomt over het algemeen. Niet iedereen daarmee over een kam scheren. Maar AI, dat soort dingen kan AI prima. Dus dingen kopiëren, verbanden vinden en dat publishen. Maar echt teruggaan naar de essentie, de juiste vragen stellen. Dat is wat ik...